jij en jij. Kom erbij, kom de schatkast in. Van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open. Er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Piepie, waai weg, deurtje dicht. Van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag. Ik kom van ver, ik kom van her, van Sterrenberg. Van wie weet waar, ik ga naar daar, van her naar der. Daar kom ik dan. Jas, Jas, de sukkerman. Ik kom van ver, ik kom van her, van sterrenver. Van wie weet waar, ik ga naar daar, van her naar der. Daar kom ik dan, jas, jas, de zakkenman. En alles wat mooi is, alles wat mooi is. Wat niet van jou is, dat mag ik pakken. En dat stop ik in mijn zakken. Weg. Ik ben Jas. En dit is een jas. En dit is een jas. Maar is dit nou een jas? Of is dit een huis? Dit is een jas en een huis. Zo voel ik me overal, overal thuis. Ook in dit rommelhuis. Hé, hey, iemand thuis? Jij? Woon jij hier? Wie ben jij toch? Wat doe je nou? Wat wijs jij aan? Een tekening van een hondje. Ja, de eerste hond vooraan is klein. De tweede hond in het midden, de middelste hond, is groter. En de laatste achteraan is groot! Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Ik ben Jas de Zakkenman en ik ben voor niemand bang. Alleen voor grote honden. Honden kunnen blaffen. Nee, janken. Ah, misschien is het wel een lieve hond. Hey. Ben jij bang van honden? Of heb je zelf een hond? Hoe zou dat zijn? Eens even denken. Even verzinnen. Dit is Daan met zijn hond Dokus. Wat is dat voor een hond? Een belle. En wat is er allemaal aan die hond te zien, Daan? Een natte hondenneus. En een bek met tanden. Een oog. Ja, aan de andere kant zit ook een oog. En een lijf met een dikke aaivacht. Aai, aai. Een hondenoor. Daar heeft Dokus er ook twee van. En poten. Dokus heeft vier poten, zie je? En aan die poten zitten loopkussentjes met nagels. Daar kunnen honden op lopen en lekker rondscharrelen, snuffelen. Oh, dit ruikt als een goede plasplek. Honden kunnen zich uitschudden. En honden kunnen hijgen. Hijgen met hun tong uit hun bek.
en kwispelen met hun hondenstaart. Hup, thee, drie, hup, thee, drie. En wat is dit? Plaffen. En honden kunnen spelen. Hennis. Ja, dat kunnen honden ook. Poepen. grommen. Spit je oren maar. Dan kun je goed luisteren. Wat kan deze hond goed? Nou, kwijlen. En gapen. Dag, hond. Kom je bij mij? Oh, hond, ik ben blij. Blijf jij bij mij? Blijf jij bij mij? Ik ben Jas, de zakkenman. En wie ben jij? Waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, 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 waf. Dat is hondentaal. Verstaan jullie dat? Waf, 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 waf. Wat betekent dat? Waf, 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 waf. Eerst vooraan hoor ik waf. Hé, hey, dat gekke bolletje maakt waf. Dan in het midden hoor ik weer waf. Waf. En dan als laatste achteraan hoor ik waf, 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 waf. Waf, waf, waf. Ik ben Jas de Zakkenman en de hond zegt ik ben... Ja, ik ben... Daar staat het. En dan... Eens kijken. Waf, waf, waf. Dat is een groot woord in drie stukken. Net als zakkenman. Ik ben... Valentijn. Wacht nou, wacht nou. Ik wil weten hoe je heet. Waf, waf, waf. Ik ben... Happertje. Happertje. Wie zei dat? Waar komt dat geluid vandaan? Uit mijn zakken. Schatkast. Daar zit wat in. Sst! Stil dan! Sst! Daar zit wat in. Nu is het kastje nog klein. Maar het kastje kan heel groot worden. En dat heb ik opgeschreven. En die schrijfpapiertjes zitten in één van mijn zakken. Hier staat precies op hoe je van een kleine schatkast een grote schatkast maakt. Oh. Alles ligt door elkaar. Wat komt eerst? En dan is de kast groot. Nee. Nee, zo begint het verhaaltje niet. Dat is het einde. Dat moet achteraan. Eerst is de kast klein. Ja, zo begint het verhaaltje. Dit komt eerst. Dat hoort vooraan. Eerst is de kast klein. Dan moet je wat doen. Dat komt in het midden. En dan is de kast groot.
Maar wat moet je doen? Wat denken jullie? Dit? Hoe maak je van een kleine kast een grote kast? Je tekent eerst een kleine kast. En dan teken je een grote kast. En daarna maak je de tekening hoe word je kleine kast groot. En die tekening moet in het midden. Dit is Nadia. Nadia heeft een elfje verzonnen met toverkracht in haar vingers. Kleine kast, elfje, grote kast. Hé, hey, Mohamed, wat heb jij bedacht? Laat eens zien. Een olifant die toverletters uit zijn slurf laat komen. Zo werd de kast groot. En wat heeft Noor verzonnen? Een tovenaar met een toverstaf? En wat heb ik? Nee, geen veetje. Geen toverstaf. Ik weet het. Sst. Onder mijn tekening staat... Gooi het kleine kastje omhoog. Dit briefje hoort... Sst. Dit briefje hoort in het midden. Eerst is de kast klein. Gooi het kleine kastje omhoog. En dan is de kast groot. Sst. Gooi het kleine kastje omhoog. Ah! Is groot geworden. Zat ik in de kast? Oh, wat een gekke schatkast is dit. Wat moet je toch met dat boek? Leonard. Waf, waf, waf. Leonard. Heet jij Leonard? Nou weet ik wat je zegt. Ik ben Leonard. Zo heet het boek ook. Dat is de titel. Gaat dit boek over jou? Ja? Er staat ook een jongetje op de omslag, op de kaft van het boek. Heet dat jongetje ook Leonard? Dus dit boek gaat over de hond Leonard. Dat ben jij. En dat boek gaat over een jongetje dat ook Leonard heet. Ja? Nee? Waar gaat het boek dan over? Dit jongetje staat op een letter. En de letter bibbert. Omdat het jongetje bibbert. Het jongetje is bang van dat hondje. Van jou. Nee? Ach, ik kijk in het boek. Oh, het verhaal is hier al begonnen. Hier staan woorden. Iedere ochtend tekende Leonard gevaarlijke honden. Soms wel 25. Dit zijn er een paar. Paar? Dat zijn er heel veel. En daar? En daar? Wie heeft die getekend?
Jij? Honden kunnen niet tekenen. Honden kunnen blaffen. En ze kunnen krabben met hun nagels aan een deur als ze ergens uit willen. Maar jij zit hier. Wie zit er dan in die kast? Hé. Hey. Een hondenhok. Hapjes, ja? Happer! Happer! Ja, happer! Happer! Deurtje dicht, deurtje open. Er komen woordjes uitgekropen. Blaas maar weg. Schatkast in, van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je mee met mij, kom erbij. Deurtje dicht, deurtje open. Er komen letters uitgekropen. Blaas maar weg. Pie, pie, baai, weg. Deurtje dicht, van je eenkie dinkie doppie dee. Doe je met ons mee vandaag. Eerst was ik bij de feeën. Daar woonde Rozemarijn. Die doet ook mee in dit verhaal. Waar zou ze zijn? Rozemarijn, die kleine vee, die vliegt nu met de heksen mee. Rozemarijn! Oh, oh, moeilijk hoor, op een bezem vliegen. En met Rozemarijn kwam ik in het heksenbos. Van hol en hos, roer in de pan, zakkenman. En uit die heksenpan kwamen... Hak, een blok. En dit boek. Ah, boek. Woorden, letters, zinnen, hakken, blokken. Niks ervan, er is al gehakt en geplakt in dit boek. Oh. Het is niet af. Oh. Maar hey... Kleine vee, er is weer een stuk verhaal bijgekomen. Kijk. Wie zou dat nou toch doen? Dat doe ik met mijn heksenspel. Zo groeit het verhaal van Rozemarijn. Steeds komt er weer een stukje bij. Hoe zou het verder gaan met die kleine vee? Gaat ze terug naar mama, ja of nee? Dit is erbij gekomen. Nog meer prenten, nog meer woorden. En hier ben ik in het heksenbos. En mama had het mis. Mama zei, nee, een heksenbos is geen plek voor een vee. Maar dat is het wel. En hier vaar ik in een boot. Daar zijn de heksen. Dat zijn helemaal geen gemene wichten. Oh, nee. Wij zijn heel lief voor Rozemarijn. En voor Jas. De heksen leerden me rolschaatsen. Is daar geen plaatje van? Nee, maar ik zie wel de bezem die je kreeg. Een gloednieuwe bezem. En de heksen riepen... Klim maar in een boom, kind. En laat je wiegen door de wind. Zo neer je vliegen. Maar je donderde af en toe wel naar beneden. Met een bezem vliegen is ontzettend moeilijk. Maar na een uur... kon ik al vliegen. Wat ging dat fijn. Hoera voor Rozemarijn. En toen... Op... Alles wit. Het verhaal is hier nog niet af. Ik weet hoe het verder moet. Ik ga naar mama. Mama, kijk eens hoe ik vliegen kan. Mama. Mama. Zou mama blij zijn? Of een beetje boos? Want de jurk van Rozemarijn, die heeft al vlekken. Heeft al scheuren. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Wat zou er in Feeënland gebeuren? De theebel, dames, het is tijd voor een geurig kopje thee. Voor een keurig stukje taart. Alles is weer schoongeboend.
Alles is weer glad gestreken, afgestoft en keurig net. Dat is zo prettig voor een vee. Ik heb geen zin in veeënpret. Ik wil mijn meisje, Rozemarijn. Waar zou ze zijn? Joehoe, mami, moet je kijken! Oh, een spat en een vlek! Rozemarijn, ben je nou helemaal gek geworden? Mama, mama, kijk dan! Kijk eens hoe ik landen kan! Ze schikt zich naar, ze schapt de adem. Leuk, hè, mam? Heb ik van de heks geleerd? Dat gaat helemaal verkeerd. Kindje, jurk, spatten en vlekken, je bent niet om aan te zien. Kom van die gekke bezem af. Ik heb gevaren in een boot. Zeker in een moddersloot. Bessen geplukt, noten gekraakt en opgesnoept. Scheuren in je jurk gemaakt. Kijk, een god en nog een god. Oh. Een hut gebouwd? Tof was dat. Heksenboten, modder, sloten, noten, kraken, vlekken maken. Stout is dat. Oh, oh, bah, je stinkt meteen in bad. Heksen stinken. En dat mag. En ik wil met mijn bezem vliegen. En ik wil een schone vee. En ik wil een stinkheks zijn. Een stinkheks, hoor je dat? Oh nee, stinken hoort niet bij een vee. Nee, een vee moet schoon en netjes zijn. Ga maar weer terug, Rozemarijn. Ik ben geen lieve nette vee. Ik wil geen taart en feeënthee. Ik ben ik, Rozemarijn. En ik wil een stinkheks zijn. Oh, wat heb ik nou gezegd? Ga maar weer terug, Rozemarijn. Oh, dat spijt me. Ze is nog zo klein. Dan moet ze toch bij haar mama zijn. Oh, een traan, dat geeft een spat. Dat geeft een vlek. Wees toch kalm. Wees een vee. Neem nou toch een slokje thee. Vlieg de lucht in met je thee. Ik wil mijn kind, mijn kleine vee. Hak en Plak zijn uit de kast. Maar bij de kast hoort ook een hap. Groot of klein. Maar waar zou die malle hap er zijn? Hé, hey, Rozemarijn. Ik ben boos op mama en mama op mij. Weet je wat ze zei? Ik wil geen stinkheks. Ga maar weg. Rottig zeg. Je hebt ruzie. Maar... ruzie hebben is gewoon. Iedereen maakt wel eens ruzie. Zelfs een koning met zijn zoon. Of de bakker met zijn vrouw. Jij met je vriendinnetje. Je vriendje soms met jou. Dat gaat van snauw en grauw. Dat komt allemaal door jou. Dat gaat van blaf en waf. Luister dan een keer en blijf er dan vanaf. Dat gaat van snauw en grauw. En ik hou niet meer van jou. Dat gaat van blaf en waf. Doe dan wat ik zeg en blijf er dan vanaf. Snauw, grauw, blaf, waf. Ik word nooit, nooit, nooit meer goed op jou. Maar dan ben ik uitgesnauwd en jij uitgegrauwd. Zijn we uitgewaft en uitgeblaft. En dan zeggen we zacht tegen mekaar. Ik hou zoveel van jou. Ook als ik snauw en grauw, hou ik nog van jou. Hou ik toch van jou. Hou ik duimen dik, emmers vol, huizen hoog, mijlen ver, zo vreselijk veel van jou.
Dus ook jullie ruzie zal wel weer overgaan. Kijk, het begint al een klein beetje donker te worden. Ook kleine veeën, heksenveeën, moeten slapen gaan. Ja. Maar grote heksen slapen niet. Die spelen met verhalentouw. Wat heeft die kleine vee verdriet? Maar het loopt goed af, dat zie ik wel. Dat zie ik in dit heksenspel. Ik schreef een brief. Dit staat erin. Ik hou van Jas. Ik vind hem lief. Ik ook. Ik ook. Ik schreef precies dezelfde brief. Maar waar is die nou? Hé! Losgehakt! Vastgeplakt. Lees hem maar. Gekke plak! Je gooit alles door elkaar! Wat staat daar nou? In mijn brief staat... Ik hou van Jas. Ik vind hem lief. Is dit mijn brief? Ik hou van lief. Ik vind hem Jas. Ik hou van hakken. Ik van plakken. Maar van heksenbrieven blijf je af, want anders krijg je heksenstraf. Wat een gekrijs, wat een gegil, wees stil. Er zitten woorden in de pan. Hak maar raak en plak er hele woorden van. Hé? Jas? Bos? Hut? Maan? Jas, bos, hut, maan. Oh, bij die woorden denk ik aan een wensverhaaltje. Ik wil met Jas in het bos, in het licht van de maan. Ik wil met Jas in een hut, met een kaarsje aan. Oh. Nou ja. Kijk, Rozemarijn, maneschijn. Oh ja, dan kunnen heksen toveren. Heb jij een nootje? Ik ben Jas de zakkenman en ik heb van alles in mijn zakken. Een eikeltje? Ja. Ibbele, bibbele, bobbele, Bas. Ik wou dat dit nootje een beestje was. Een lieve heersbeestje hier. Maar dit is een ander dier. Happertje. Happertje is ook een lief beestje. Hoi. Krijg dan veel hapjes. Ja, ja, hey, ja. Is dat nou? Touw. Verhaaltouwtjes. Verhaaltouwtjes? Maak Happer iets moois van. Ja. Met Jas in het bos, in het licht van de maan. Wat hebben jullie met die woorden gedaan? Losgehakt. En vastgeplakt. En in de ketel weer gekwakt. Wat staat daar nou? But, Hos. Jaan Mas. Wat klinkt dat leuk, een toverspreuk. But, Hos, Jaan Mas. Ik wou dat Jas mijn vriendje was. Schiet daar maar op. Die eerste letters moeten los. Zo gaat het in het heksenbos. Ut, Os, Aan, As. Wat hoort bij As? Welke letter moet vooraan? Ik wil met J-as de J. Ik wil met J-as, jas, in het. Van ho en hos, wat hoort er bij os? De B. Ik wil met jas in het B-os. Bos, in het licht van de maan, hier met die
Die moet bij aan. Aan. Maan. Nou, ik zeg, ik wil met Jas in een hut. De van heks. Hut. 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 Ik wil met Jas in een hut. Met een kaarsje aan. Ah. Ga er toch uit. Nou ja, happer hap touwtjes op en er komt een verhaallijn uit. Met prenten en met woorden. Voor het boek van Rozemarijn natuurlijk. Rozemarijn! Oh, arme Rozemarijn. Ruzie met haar mama. Daar krijg je nare dromen van. Maar meestal komt het toch weer goed. En dan zeg je zacht tegen elkaar. Ik hou van jou. Ook als ik snauw. Ook als ik grauw. Hou ik nog van jou. Hou ik toch van jou. Hou ik duimen dicht, emmers vol, huizen hoog, mijlen ver, zo vreselijk veel van jou. Deurtje dicht, deurtje open, er komen woordjes uitgekropen, blaas maar weg.